Hij speelt al een kleine 50 jaar mee. De grote acteur die nu centraal staat bij Hilversum West, het themakanaal van de goede herinneringen. Zijn stem klinkt vertrouwd en warm. Zijn nog altijd jongensachtig uiterlijk is gebleven, ondanks het klimmen der jaren. En hij heeft zich ontwikkeld tot een formidabel acteur die schitterde op het klassieke toneel, hoofdrollen speelde in tal van grote musicals en in een kleine 400 programma's te zien was op televisie. En de man waarover ik spreek is Willem Nijholt. Wanneer ontdekte je dat je met je stem dingen kon doen die anderen niet kunnen? Nou, dat heb ik eigenlijk nooit zo ontdekt. Ik heb eigenlijk mijn stem altijd een beetje een zeurderig, nichterig geluid gevonden. En, ja, echt waar. Ik vond het zeurderig klinken. Een beetje hoog en heesig en zo. En ik moest op de toneelschool ook inderdaad van Wilhelmina Branderhorst. Dat was onze zanglerares. Laag, vooral laag, laag. Die stem naar de laag te halen. Maar ja, ik ben er zelf ook een beetje aan gewend geraakt, hoewel ik het toch nooit echt leuk vind om mezelf terug te horen. Nee? Nee. We zitten hier in een gezelschap van een groot aantal leerlingen. Mijn kuikens. Jouw kuikens. Mijn kuikentjes. Van de Willem Nijholt Academie. Hoe vind je die, ja? Ja, in Nijmegen. Helemaal in Nijmegen? Ik heb de HBS niet afgemaakt, maar ik heb wel een eigen academie nu in Nijmegen. Een mooier standbeeld kan je niet hebben eigenlijk, hè? Een levend standbeeld. Maar wat is de Willem Nijholt Academie? De Willem Nijholt Academie bestond al een jaar of twee. En dat ging niet zo goed. En Michael van Buren, die dus eigenlijk de directeur is, daar kreeg ik weer contact mee en die zei, God, zou jij niet, hè, je naam willen verbinden aan onze academie. Toen zei ik, ja, maar oké, ik geef dan niet alleen mijn naam, maar dan wil ik ook lesgeven. Toen zei hij, nou, dat zou helemaal mooi zijn. Ik zei, ja, het idee dat ik dus een Willem Nijholt Academie zou toestaan en daar dan niet ook af en toe mijn eigen wijze mond mag roeren. Hè? Bovendien vind ik lesgeven erg leuk. Alles is een beetje spannend. Het is maar een korte scène, dus we moeten in elk zinnetje zoveel mogelijk Agatha Christie proberen. Monsieur, monsieur de... Zeg dan toch iets. Waarom is de kamer van mijn broer op slot? Hoe wist u dat het zijn kamer is? U was hier toch nog nooit geweest? Omdat u allemaal naar de deur zit te kijken. Ja. Ik zou het accent leggen op hoe weet je dat? Hoe wist u dat? Je zegt, hoe wist u dat het zijn kamer was? De kamer is al gezegd. De kamer is al gevallen. Waarom is de kamer van mijn broer op slot? Hoe wist u dus dat zijn kamer was? Daar gaat het om. Ja. Daar legt het accent. Oké. Door. Bravo, inspecteur. Ja. Dat is je tweelingzus. Ja. Gaat u lekker met uw onderzoek? En dat mag echt. De gouvernante heeft een sarcastische toon. Ja? Bravo. Inspecteur, gaat u lekker met uw onderzoek? Bravo, inspecteur. Gaat u lekker met uw onderzoek? Ja, mooi. Ben jij nog uit geweest? Eén keer, om te kijken... Om te kijken wat Catherine aan het doen was. Tante Augustine riep op een gegeven moment dat ik mijn licht uit moest doen. Ja, en dat is bijna de dader aanwijzen, hè? Tante Augustine riep op een gegeven moment... Okay. Want die was op. En wat zag ik bij tante Augustine? Door het sleutelgat? Ik zag haar voor de spiegel staan. Met iets in haar hand. Iets blinkends. Het was een mes. Je bent niet lekker. Al die detective romans hebben je hoofd op hol gebracht. Een mes? Ik was mijn kam aan het schoonmaken. Dat vind ik ook zo bespottelijk. Haren kammen niet, of wat, maar ik was mijn kam aan het schoonmaken. Om 2 uur 's nachts, ja, dan maak ik altijd mijn kam schoon. Begrijp je wel? Die onlogische dingen, die zijn zo vrouwelijk ook. Weet je, echt wijvig is dat. Oh, mes, belachelijk. Ik was mijn kam aan het schoonmaken. En dan werkt het. Ja. Hè? En gewoon niet willen zeggen op zijn Sjoukje Hoijmaijers van ik ga nou iets leuks zeggen. Maar gewoon het gewoon zeggen. Mes, belachelijk. Ik was mijn kam aan het schoonmaken. Waarom is het zo belangrijk, Willem, om je ervaringen, je kunde, je talenten misschien een beetje, door te geven aan een generatie die toch al 2, 3 generaties van je afstaat? Ja,
maar die graag wil. En in die 2, 3 generaties is er toch een beetje de klad gekomen in het vak, hoor. Dat mogen we wel zeggen. De eigenheid heeft het een beetje gewonnen van de vaktechniek. En dat vind ik heel raar, dat dat bij acteurs alleen geldt van mijn eigenheid zet ik in. En mijn eigenheid, daar moet je het maar mee doen. Terwijl als je Mozart wil leren spelen, dat je echt jaren en jaren de etudes moet en het in je vingers moet krijgen. En acteurs vinden het op het ogenblik al jarenlang heel normaal dat ze hun eigenheid laten horen. Wat laten ze horen? Hun eigenheid. Hun eigenheid. Hun eigen eigenheid. Ik dacht dat jij heel goed Nederlands sprak. Maar... Ja, nou ja, maar dat hoor ik zo vaak. En ik word. Dan heb ik iets van. Ja, jongens, ik heb niets tegen een eigenheid. Maar ik heb ook niets tegen iemand die die eigenheid gebruiken kan, maar die ook daarnaast algemeen beschaafd Nederlands kan spreken. En ook misschien nog eens een paar dialecten kan leren. Want ja, wij zijn zo weg van dat Engelse toneel. En als je inderdaad een Dickens-serie ziet, dan zie je acteurs die je op het toneel schitterend Shakespeareaans Engels kunt horen spreken. Zie je daar plat Liverpools praten of Manchesters of zo. En dat vind ik gewoon vakkennis, hè? Echt, en je raakt je ook bewust van het feit dat taal het eerste instrument is dat je hanteert als je toneel speelt. Taal, taal, taal. Dus dat moet klinken, dat moet melodieus kunnen zijn. Dat moet, en ja, zelfs op het grote toneel heb je nu die soaptoon, waar ook het gewone publiek het al over heeft. Het is een soaptoontje vanavond, heb ik gehoord, in de Koninklijk Schouwburg. Bij een grote productie van mensen die naast me in de zaal zaten. Oh, weer een soaptoontje vanavond. Nou, ik bedoel, dat is dan toch jammer, want we hebben... Han, ik hoef jou niks te vertellen over taal. We hebben een rijke taal. Het Nederlands is een rijke taal. Absoluut. En ik merk het ook aan kinderen die op die school gaan. Ik heb een soort kleinkind. Ja, nee, het is een kleinkind van Valentijn. En Pleuntje, die gaat nog niet naar school. Maar sinds dat Valentijn naar school gaat, komt hij thuis en zegt hij: opa, gaan we spelen? En zegt nee. Opa gaat met je spelen, maar opa gaat niet met je spelen. En dan is hij heel stout en dan kijkt hij me aan en zegt hij: gaan we dan kleien? Zo'n dondersteen is het al, dat hij me dan plaagt ermee. Maar ik corrigeer hem wel. Lambeth was een wijk zo grauw. Het gras nooit groen, de lucht nooit blauw. Het lijkt of in zo'n muffe buurt alle zorg iets langer duurt. Hier was armoed troef, hier verliep het leven stroef. Oh, maar men heeft er iets ontdekt in Lambeth. Oh. In die wijk werd op een nacht een eigen Lambeth-dans bedacht. Jongens, wat dat trok, dat was de Lambeth Walk. Het is een dans die altijd kan. Man, vrouw, kind en alle man. Kapper, smid en kok dansen de Lambeth Walk. Maar komt dat misschien omdat jij geboren en voor een deel ook getogen bent in het voormalig Nederlands-Indië? Ja, dat heeft waar men die taal, ook uit een soort heimwee, denk ik, koesterde. Nee, maar dat werd in Nederlands-Indië... Gewoon voor Indië, voor mij, Indonesië nu, werd over het algemeen behoorlijk goed Nederlands gesproken. Je moest meetellen, begrijp je? Mm-hmm. Het was heel hiërarchisch. Mm-hmm. Was je korporaal, dan ging je niet met de sergeant om. De sergeant niet met de onderluitenant niet met officieren. Ik begrijp je, zo lag het, heel hiërarchisch. Dus iedereen deed zijn best om zo goed mogelijk tevoorschijn te komen. En ook De halfbloeden, zou ik maar zeggen. Mm-hmm. Ik weet niet of ik het woord gebruiken mag, maar de Indo's. De Indo vind ik een heel goed woord. En dat is precies wat ze zelf ook zeggen van zichzelf. Wij zijn Indo's. Die spraken dus prachtig Nederlands. Alleen hadden ze dat zware Indisch accent. Wat vaak geparodieerd wordt. Onder andere door Wieteke van Dort. Die doet dat fantastisch. Met respect. Als Tante Lien. En het leuke is dat we... Na de Stille Kracht, waarin ik toch ook een redelijk Indisch accent had aangemeten, wat ik eerst op de toneelschool af moest leren.
Daar had ik dus mezelf, omdat ik ook daarin een blanke Indo was. Mm. Met een Javaanse moeder. Heeft iemand jou gezien? Niemand ziet me toch ooit, waarom vraag je dat? Ben je bang geworden? Ik weet niet. Omdat ze één keer dat steentje hebben gegooid. Misschien. Ach, onzin. Oh, je hebt zo'n mooie jonge huid. Ik hou van een jonge, gladde huid. Ik sprak dus redelijk met Indisch accent, toch? Hè? Ah, zo saai. Zo vervelend, ja, hier. En toen kwam, weet ik nog... toen kwam ik niet lang nadat het hier was uitgezonden in Indonesië... Ja. Om de Chris Pusaka te filmen. En toen kwam ik daar in het Erasmushuis. Dat is daar in Jakarta, het culturele centrum. Waar ze alles te zien krijgen wat in Nederland gemaakt op televisie ook. En toen kwam een Indische mevrouw naar me toe en die zei tegen mij... Ach, meneer Nijholt. Zo fijn om u te zien. Ik heb genoten van de stille kracht. Maar waarom toch zo raar praten? Zo praten wij toch niet? Zei ze toen. En dat was precies wat Tante Lien dan ook doet. Hè. Niet daarom. Ik heb thuis gemassageerd. Ik heb gehoord, jij hebt niks te maken aan hier. Dacht je echt dat hier niks te eten was met een randang epanas? Nee, niks. En Toetie heeft mij verteld, je bent Kurang Wang, je hebt geen geld. En jouw schuldeiser, ze staat daar... Is het nou nodig om dat aan de grote klok te hangen? Maar er past toch een prijsje in de staatsloterij? Ja, 100 pop. En eigen geldje? Hé, 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 maar jouw telefoon is anders ook afgesloten. Telkens als ik opbel, ja, luidjes, ik hoor tito, tito, tito. Ah, je lag je rot, ja, hierop. Vond je televisie leuk? Ik vond televisie heel fijn om te doen. Ja, Stille Kracht. Ik had het boek al lang gelezen natuurlijk. En ik had gedacht toen ik het las... als dit ooit verfilmd gaat worden... dan ga ik Theo spelen. Maar toen het werd gedaan was ik 40 en Theo is 21 in het stuk. Dus ik belde niet met Walter. Walter belde mij op en zei... ja, ik ga de Stille Kracht doen. En ik dacht, hoi... Toen zei ik, ja, en ik ga Theo doen. Toen zei ik, nee, Willem, daar ben je nu echt te oud voor. Hè, Halwalder, echt Haagnees. Ik zei, ja, dat is zo. Nee, zei, maar ik wil je wel even iets vragen. Ik ben Indische meisjes aan het testen voor de rol van Doddy. Ik zei, dat is een halfzusje, het is een zusje. Hè? Dus dan kun je mij toch als Theo nemen? Toen zei ze, nee, want Doddy is een echte donkere Indo... En Theo is een blonde Indo. Ze zei, ik ben toch blond? Ik zat dus echt naar die rol te haken. Ze zei, maar oké, dan doe ik dat. Dan doe ik dat. Dan kom ik gewoon een dag met ze testen. Ik heb met 4 of 5 meisjes test gedaan. Maar ze hadden me wel... Het is een heel klein snorretje. Ik dacht bij mezelf, weet je wat, Theo heeft een klein snorretje. Dat plak ik. En ik doe mijn haar een beetje zo. Een beetje jong en zo. En na de test zei Walter, ja, Willem... Weet je wat zo raar is? Jij bent Theo. Wat gezellig dat jij bent meegekomen met mama. Is ook niet prettig voor haar om alleen te reizen. Hoe bevalt jou in Surabaya? Gaat wel. Niet zo goed. Je moet toch wat doen. Adi komt ook op nieuwjaarsbal. Logeert hij hier dan ook? In hotel natuurlijk. Waarom vraag je dat? Zomaar. Wordt het ook tot onze cultuur om wat zuiniger te zijn... op de uitspraak van onze taal? Nou, slordiger vind ik eerder het woord. Zuinig is het niet. Als ze zuinig zouden zijn, dan zouden ze waarschijnlijk beter... Ja, dat hoort tot de cultuur van Nederland. Doe maar gewoon, dat doe je gek genoeg en alles moet kunnen. Ik denk ook dat er in deze barre tijden... van veel werkloosheid en moeten vechten voor een plekje. In welk vak dan ook. Nee.
een soort ongeduldigheid het gauw willen maken. Daar gaat het om. Morgen beroemd, overmorgen miljonair, zo'n beetje. Hè? Het is ook niet ellende met, laten we zeggen, idols? Iemand krijgt een kans, wordt ontdekt en is de volgende dag... Dat is het. Het gaat ook niet om die kinderen van idols. Het gaat om het maken van het programma. En nou maak ik mezelf ook schuldig door aan de zoektocht naar een hoofdrol. Maar ik probeer daar toch... een bepaald niveau te hanteren. En ook met de redactie. Die vinden mij vervelend, hoor. Ja. Vaak in de clinch te liggen over het repertoire. Dat ik zeg, jongens, dat is geen repertoire voor musicals. Waarom geniet Nederlands en waarom niet goede schrijvers? En waarom een popsong en waarom een afgelebberde songfestivalsong... die het niet gehaald heeft? Daar moet je in dit programma niet mee tevoorschijn komen. Ja. En dan roepen ze, ja, maar Willem, wij maken televisie. Ik zeg, ja, maar het is wel televisie. Die gaat over mensen die naar een bepaald niveau willen. En die het vak willen uitoefenen en dat ook willen leren. En ik vind, ja, we kunnen niet genoeg ophouden met proberen het niveau van de Nederlandse televisie boven de gouden kooien uit te trekken. Ik ben u dankbaar dat u aan mijn verzoek gevolg hebt gegeven, Granvelle. Ik heb eenzame en bittere jaren achter de rug, sire. Ik ben verheugd dat mijn vorst me nog nodig heeft. De rebellen in de Nederlanden worden langzaam maar zeker teruggedrongen. Eens zal hun gebrek aan besluitvaardigheid fataal zijn. Het is Oranje die ze nog bij elkaar weten houden. Die man moet over magische krachten beschikken. Als hij niet mijn doodsvijand was, dan zou ik bijna bewondering voor hem hebben. Het is een tegenstander van formaat. Spijtig dat hij met grote koppigheid de verkeerde zaak verdedigt. Ik heb alles geprobeerd om hem aan mijn kant te krijgen. Maar zijn honger naar macht bleek niet te stillen. Nu is het te laat om me nog met hem te verzoenen. Jammer. Hoe oud was jij toen je een beetje het voel kreeg? Dat zou wel mijn ding kunnen zijn. Nou, ik zal je zeggen, ik moet een jaar of 22 geweest zijn. En ik was inmiddels in dienst geweest. Zorg dat je erbij komt, bij de marine. En daar hadden ze ook na 18 maanden iets van die gek moet weg. Want ik liep door zeeliedjes te zingen en Diana Durbin liedjes te zingen enzovoort. Maar wel de tijd van je leven met al die mooie mannen. Natuurlijk. Nou, nee, daar stond ik toch nog niet bij stil. Aha. Ik zat achter de meiden aan. Aha. Dat was een Maya. En een Corrie Sack, waar ik helemaal verliefd op was. En zo. Nee hoor, echt waar. Je was nog niet zoals dat met zo'n vreselijk toen woord. Nog niet, nee. Ik werd dus aangesproken in mijn uniform door iemand in Den Helder die zei... Zeg, lekker stukje zeebanket. Ga je mee naar Texel? Ik zei, waarom? Lekker knoeien in de duinen. Toen dacht ik, knoeien in de duinen? Waarmee dan? Waarmee gaan we dan knoeien? Ik zag mezelf met pannetjes. Knoeien, weet ik veel. Geen idee. Ik had echt nog geen idee. Dat is 22. Je voelde het gevoel. Ik voelde dat mijn leven aan me voorbij ging. Dat ik ongelukkig was. En ik wilde naar het toneel. Ik wilde aan het toneel. Toen ging ik naar een voorstelling. En dat was The Moon for the Misbegotten. Maan voor de Misdeden. Caro van Eyck. Paul Steenbergen. Max Grosset. Dat was het. Paul Steenbergen en Caro van Eyck. Ik wist niet wat ik zag. Ik ben staande op de trappers weer naar huis gereden. En ik dacht, daar moet ik naartoe. Daar moet ik bij. Dat is de wereld die ik hebben wil. En toen kwam ik thuis. En toen vond ik nog het Soester Slapertje of zo. En daar stond toevallig een interview in met Caro van Eyck. He? Naar aanleiding van de voorstelling die ze dan in Hilversum kwamen spelen. Het was een oud krantje. En daar stond in dat ze in Amsterdam woonde. En toen ben ik gaan zoeken. Telefoongidsen enzovoorts. En ik vind haar adres. En nou, op de fiets van Soest naar Nijmegen. Amsterdam. S'morgens heel vroeg vertrokken. Niets tegen mijn ouders gezegd. Ik deed net als ik naar mijn werk ging. Want ik werkte toen als ontwerper. Tapijtontwerper. Of aan de 20 baantjes. En ik op de fietsen trappen. En die hijgend kom ik daar aan. Uren later in Amsterdam. Ik vind het adres. Bel aan. Deur wordt opengetrokken. Tak! Gaat open. Zie zo'n trap omhoog. En aan de bovenaan staat een vrouw. Maar ik zag meteen dat dat niet Caro van Eyck was. En die vrouw zei, wat komt u doen? Dat was natuurlijk haar mevrouw. Of hoe dat heet. Haar verzorgster. Ja.
Ik zei, ik ben Willy Nijholt, mevrouw. Ik kom met zo sterk op de fiets. Want ik wil ontzettend graag naar het toneel. En ik kwam mevrouw Van Eyck vragen. En toen hoorde ik die stem. Die ik die avond daarvoor dus zo prachtig die rol had horen spelen. Die stem hoorde ik uit een kamer. Wie is daar? Die mevrouw die draaide zich naar die deur toe en zei... Jezus, ik ben niet Nijholt, ik kom met de fiets. Nee, je wil een toneel. En toen hoorde ik... Zeg maar, ik ben niet thuis. Toen kwam ik weer weg. Maar toen had ik wel... Toen ik dan toch in Amsterdam was, dacht ik... dan ga ik ook even een telefoongids in... en zoek ik even de toneelschool. En verdomd, laat die toneelschool nou in die telefoon staan... En Marnixstraat 150, geloof ik, stond erbij. Ik op de fiets naar de Marnixstraat. Kunt u mij zeggen waar de Marnixstraat is? Kunt u mij zeggen waar de Marnixstraat is? Dus ik heb dat gevonden en ik bel daar aan, trillend. En de deur wordt opgetrokken door een heel oud vrouwtje. Tante Bets is soms later. En het heeft zo moeten zijn, gewoon. Han. Op dat moment kwam Willy P.H. Pos, die directeur was van de toneelschool, de trap af. En ik werd net, door Tante Bets ook... gezegd, nee, je moet hem lief schrijven, je moet je aanmelden, enzovoort. En Willy Post zei, het is aan de hand, man. Wist ik veel dat hij de directeur was. En zei, ja, dat is een jongen die zich wil aanmelden en zo. En zei, ja, zei Willy Post, ja, dat moet eigenlijk schriftelijk. Maar ik zei, ja, maar ik ben helemaal met de fiets uit Soestdijk gekomen. En ik ben zo moe en ik wil zo graag naar het toneel. En zei, nou, kom maar even boven dan. Kom dan nog even maar praten. En toen, ik zag er natuurlijk heel jong uit, in die tijd ook nog... En toen zei hij op een gegeven moment ook tijdens het gesprek... ja, maar hoe oud ben jij eigenlijk? Ben je 17, 16, 17? Ik zei, nee, 22. Toen zei hij, ja, dan ben je eigenlijk al te oud. 21 is een beetje de grens voor het toelatingsexamen voor de toneelschool. Hoe komt dat dan dat je zo laat bent? Nou, toen zei ik, ja, god, dat komt omdat ik met de school achter en het Jappenkamp. Ik vertelde over het Jappenkamp. En Willy Post, een Jood, begreep dat... begreep me. En ik zag aan die man dat hij dacht... godverdorie, ook een oorlogsslachtoffer. Zei hij, weet je wat? Doe jij in augustus mijn toelatingsexamen. En langs het tuinpad van mijn vader... zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind, ik wist niet beter dan dat het nooit voorbij zou gaan. Wat leefden ze eenvoudig toen, in simpele huizen tussen groen, met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd, nu zijn ze op de goede weg. Want ziet hoe rijk het leven is, ze zien de televisiequiz. Ze wonen in betonnen dozen met heel veel glas. Dan kun je zien hoe of het bankstel staat bij Mien. En het dressoir met plastic rozen. En laatst het tuinpad van mijn vader. Zag ik de hoge bomen staan. Ik was een kind en wist niet beter dan dat dit nooit voorbij zou gaan. De dorpsjeugd klit wat bij elkaar in minirok en beetlehaar en joelt wat mee met beatmuziek. Ik weet wel, het is een goede recht. De nieuwe tijd, net wat u zegt, maar het maakt me toch melancholiek. Ik heb hun vaders nog gekend, ze kochten zoethout voor een cent. Ik zag hun moeders touwtjes springen. Het dorp van toen, het is voorbij. En alles wat er bleef voor mij, een aanzicht en... herinneringen. Ik weet toch dat ik toen ik toen aan moest doen, ik werd geroepen. Nijholt, dat was meneer Negenborn, die had zo'n stem. Chagrijn was dat. Nijholt, dat was de conciërge.
Nou, ik bedoel, nou, die deur in, nummer 7. Nou, ik de trap op en ik doe de deur open en ik kijk naar Anke van der Moer, Ton Lutz, Han Bents. Ik herkende ze allemaal, want ik las film en toneel. Daar stonden ze regelmatig in. Dus ik was zo overdonderd. En dan moest ik dus die deur in. Ik begon al met over de drempel te struikelen. En dan moest ik zo langs al die mensen het trapje van het toneel op. En Willy Post zat daar ook tussen en die zei, nou, begin maar. En Anke van der Moer, dat zal ik nooit vergeten, die bewonderde ik zeer. Die had ik nog nooit op toneel gezien ook, maar die had wel dat gezicht. Ik had een film gezien waar ze in speelde. Dat kop. En die had zo'n grote hoed op, zo met zo'n zwarte kant. En terwijl ik me omdraaide om te beginnen, zag ik die hoed zo naar beneden dalen en ze begon iets in dat tas. Ja, ik weet het niet. Dat toen vrouwen die hebben altijd wat in een tas te rommelen. Wist ik toen nog niet. En die hoed ging zo. En ik en Willy Post had gezegd, die zei, nou, we gaan beginnen. Dus ik dacht, we gaan beginnen. Dus ik zei, in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. En ik zag die hoed omhoog kruipen. Het gezicht van Anke. En ik denk, nou, dit is al fout. Het is al helemaal fout. Maar ik ben er helemaal doorheen gekomen. Ik zei, ja, maar nu dan het gedicht. En toen moest ik ook nog een paar dingen doen. Ja, dank u wel. Toen ik naar beneden ging struikelde ik over het trapje. Ging weg en ging dus huilend richting lijn 13 trein om naar Baren met de trein te gaan. En het zou dus nooit dat worden. Laat ik nou aangenomen worden. Ton Lutz heeft het later eens een keer gezegd in een interview. Ik geloof dat dat nog gepubliceerd moet worden. Ja, soms staat er iemand die helemaal eigenlijk niks kan en waarvan je denkt, die heeft iets. En die laten we toe. En zo'n type ben ik geweest. Psst. Hé, hoor je me? Waar zit je? Aan de andere kant van de muur. Hier, bij dat gaatje. Ook bij je schouder is het. Ja, ik zie je. Wat is er? Hoe is het? Heb je al veel kunnen spioneren? Nee, nog niet zo heel veel. Maar het is hier wel goed. Denk je dat we het kasteel kunnen veroveren? Nu nog niet. Ik moet eerst nog... Wat? Wat moet je eerst? Hey, ben je er nog? Ja. Koning Isegrim wil zo vlug mogelijk aanvallen. Wanneer kunnen we het kasteel bestormen? Nu nog niet. Waarom niet? Ik ben nog niet klaar. Hoe lang nog? Nou, dat duurt nog wel even. Willem, op een gegeven moment vind je je draai als toneelspeler. Dan is er een gebeurtenis die bepalend is voor jouw leven. Er wordt een tomaat naar je gegooid. Oh jee, ja. Nou, niet naar mij. Het was na de voorstelling, maar ik was nog niet zo lang aan het toneel. Het was 67, ik ben in 60 aan het toneel gekomen. Wij gingen als jonge toneelspelers vaak naar mensen die grote sterren waren. Ik herinner me toen Karel van Eyck de ring kreeg en zo. Dan gingen we naar de Schouwburg en dan gooiden wij bloemen vanaf de balkons. Ja. Dat was een opdracht van nou ja, de producent of wat dan ook, Schouwburgdirecteur. En dat was gewoon een soort hommage. Mm-hmm. En ik dacht, toen ik daar stond en ik zag dingen op ons afkomen in kleuren, hè, tomaten en rode kleuren, dacht ik, nou, zo'n mooie voorstelling is nou ook weer niet om de bloemen naar te gooien. Maar goed, die tomaat. Ja, dat was heel erg. Kwam hard aan. Dat kwam heel hard aan. We stonden in een voorstelling die helemaal niet slecht was. De Storm van Shakespeare. Han Bents deed de hoofdrol, had het ook geregisseerd. Ik was Ariel. Er werd heel goed ingewerkt en het was de laatste voorstelling. En we waren allemaal op de laatste voorstelling zeer gespannen en gedaan. En dan staan dan ineens jonge mensen, hier, jullie leeftijd. Zo, de wiet erop, donder op, met je subsidie vreten en wegweten. En dat. En we wisten niet wat er gebeurde. En je zag Han Bents van den Berg. Niemand wist wat gebeurt hier. Ik bedoel, je werd echt gewoon, het was een kristalnacht. Echt waar, daar heb ik het mee vergeleken. Daar werden op dat moment levens kapot gemaakt. Echt gewoon carrières gebroken. Mensen. Jij ook, hè, een beetje. Jij werd er toch ook doorgeraakt? Nou ja, ja, ik werd er zeer doorgeraakt natuurlijk. Want ik wilde dat vak doen. Ik begreep ook niet waarom. Je bent toen een tijdje eigenlijk uit het vak geweest. Ik werd echt gewoon ziek. Ziek ervan. Goed, laten we die bladzijde snel omslaan. Heel snel. Televisie en radio komt dan wat makkelijker op je Ik lag ziek in bed. Ja.
En ik had al televisie en radio gedaan. Ja. Ik had al bij jou, geloof ik, in het programma gezeten. Haai. En weet je wie jouw teksten schreef? De jonge Kees van Kooten. Kees van Kooten. Ook niet de minste achteraf? Nee, echt waar. Als ik terugga naar die, laten we zeggen, de eerste 20 jaar... Ja. Ja. Met een aantal hele grote hoogtepunten, denk ik. Ja. Stille Kracht heb je Stille net Stille Kracht was natuurlijk heel smaakmakend. Oebelen, daar begon wat, mee. Ja, Oebelen was mee begonnen. Ja. Mijn vader was de held van de trapeze. Mijn moeder maakte kuntjes op een paard. Mijn opa was dokter, mijn achterom jongleur. Mijn tante was de dame met de baard. Mijn oma had een truc met witte duiven. Mijn oudoom schoot zich af met een kanon. Mijn neef zat in het orkest, mijn broer was opperbest. Een clown waarom je vreselijk lachen kon. Het circus zit me dan ook in het bloed. En alles kan ik doen wanneer het moet. In de piramide ben ik onderman. Zeven wilde tijgers kan ik makkelijk aan. In de nok van het circus ben ik op mijn best. Op de grote tuba blaas ik in het orkest. Mijn achteroom, jongleur, mijn tante, was de dame met de baard. Mijn oma, had een truc met witte duiven. Mijn auto, schoot zich af met een kanon. Mijn neef, zat in het orkest. Mijn broer, was op het best. Een clown waarom je vreselijk lachen kon. Het circus zit me dan ook in het bloed. En alles kan ik doen wanneer het moet. Met messen werpen ben ik echt een ei. Negen volbloed paarden hou ik op één rij. Als ik ga jongleren, doet geen mens me na. Je moet ze horen lachen als ik als clown daar sta. Grote pauze heb ik het fijnste ijs. Wat je maar bedenken kan, ik begin er dadelijk aan. Konrad Boltinelli is de man. Vader was de held van de trapeze. Mijn moeder maakte... Willem Nijholt is nu 75 jaar. Lesgeven aan zijn eigen Willem Nijholt Academie is zijn lust en zijn leven. Dagelijks op de planken staan is voorbij. Wel is hij aan het eind van het jaar weer te zien bij de AVRO als kritisch jurylid bij Op zoek naar Mary Poppins. En Willem is natuurlijk kritisch. Kritisch op die mensen die dat vak van musicalster willen uitoefenen. En dat komt omdat Willem zo van dat beroep houdt. Belangrijke doorbraak was in het begin van 1970 een telefoontje van de grote Wim Zonneveld. Een samenwerking die van grote betekenis was voor de ontwikkeling van Willem Nijholt. Ik was weer ziek in bed van de tomaat door Wim Sonneveld opgebeld op een dag. Ja, ik spreek met Wim Sonneveld en ik hoor van Marianne Berg dat jij aardig zingt en aardig danst en een goed acteur bent. De grote Sonneveld. De grote Sonneveld. En ik dacht ook even, dat is Luc Lutz die leuk doet. Ja, dat die deed dat wel eens. Ja. Toen dacht ik, nee, die stem is dus niet. En dat bleek Sonneveld te zijn. Toen zei ik, ja, maar ik ben ziek, ik lig in bed. Oh, waar woon je? Nou, Max Planckstraat. Oh, ben ik een kwartier bij, ik weet wat het is. Toen kwam die, ja, hij was in een kwartiertje tot Sonneveld aan de deur te bellen. En die zei, god, wat is dit hier een teringtroep. Geen wonder dat je ziek wordt. Zo kwam die man binnen. Echt waar? Ja. Heb je sinaasappels?
Hé? Hey? Nou, ik heb een Albert Heijn gezien, ik ben zo terug. Ik kwam weer terug met een zak sinaasappels uit de pers en riep onderwijl dat ik 1000 gulden per week kon verdienen bij hem. En dat ik 7 voorstellingen in de week moest spelen, enzovoort, enzovoort. Beklonken. Ik ging naar Zonneveld. Echt waar. Hoe was dat met de grote... Ik bedoel, ik dacht dat ik ijlde. Ja, dat begrijp ik. Ik liet het allemaal over me heen komen. Ik was ziek en ik had koorts. En daar zat Wim Zonneveld in die pers de sinaasappels voor mij. Die had je nog nooit ontmoet? Nee, maar die had ik wel gezien. Tuurlijk. In de Lamar. Tuurlijk. Nee, ik had hem nog nooit ontmoet. Nog legendarisch nooit. In die tijd. Legendarisch. Een van de grote drie. Ja. En nog sterker. En toen heb je met hem gewerkt. Toen zei hij van... Hoe was dat? Hoe ging dat? Nou, hij zei, ik ga een nieuw programma maken. En die had gedacht, ja, dat is een leuke jongen. En dan neem ik ook Corrie van Gorp. Want hij had Corrie van Gorp had hij al gebruikt in de musical. Okay. Die hij geschreven had samen met dingen. Zo heet het, De Kleine Parade. Ja. En van Corrie was helemaal gek. En terecht, want dat is een groot talent. Hè. Zeg, weet jij nog die 450 voorstellingen? Dat hebben we gaan lachen, hè. In de stationcar? Nee. Nee. De starcar. De starcar noemde je het altijd. De drie kreeften bij elkaar. De drie kreeften. Ja. God, en, altijd wat? Altijd wat. Dan jij hoofdpijn en dan ik maagpijn. Ja. En dan stapte ik altijd als eerste in bij Wim. En dan zei Wim... Oh, ik heb toch zo'n pijn in mijn rug gehad vannacht. Oh. Ik heb helemaal niet goed kunnen liggen. En dan zei ik, oh, maar Wim, ik heb zo'n pijn in mijn nek gehad. Ik kan helemaal niet meer lopen. En dan zei hij, nou, laat me even afwachten wat Van Gorp heeft. Want die wint het altijd van ons twee. En dan kwam jij binnen en zei je, oh, ik heb zo'n pijn gehad in mijn dij. En ik heb zo'n pijn gehad in mijn hoofd. En dan maakte iedereen ziek, weet je nog? Ja, en na 10 minuten was het over. En ik kende Corrie van Gorp al heel goed, want ja, ik had bij de Nederlandse Comedie gezeten en Corrie bij het Nationaal Ballet. Dus we kwamen elkaar dagelijks tegen in de kantine en we hadden een heel goed contact samen, kreeften. Dus het werd Corrie van Gorp en ik. En toen zei hij van, en dan komen jullie met z'n tweeën lekker naar Zuid-Frankrijk en dan gaan we daar, hoe heet het, aan het programma werken en dan gaan we ideeën uitwisselen en zo. Maar Corrie die werd verliefd en die ging niet naar Zuid-Frankrijk. En ik ging dus alleen naar Zuid-Frankrijk. En en Wim Sonneveld kwam met Friso en Huub Jans me afhalen van het ding. En de volgende dag zat ik achter op een brommer met Wim Sonneveld. En we reisden niet door het landschap. En zongen we Margootje, Margootje. En doe je wollen sokjes aan, Marjoleine. En zat hij me uit te testen. En hij rook zo lekker. Toen zei ik, waar ruikt u naar? Toen zei hij, het is Abbey Rouge van Guerlain. Dat gebruik ik nog. Dat heb ik met de première van hem gekregen. Ik gebruik het nog. Ik zit in een hoekje te kijken en er komt een artiest op die u na vanavond niet meer zult vergeten, Corrie van Gorp. Ze werd ingeleid door een Duitse conferencier die haar als volgt aankondigde. Sie hebt das linke Bein, sie hebt das rechte Bein und dazwischen spielt die Musik. Corrie van Gorp. Dus door Wim Sonneveld ben ik weer lekker aan het werk gegaan aan het toneel. Wat heb je van die man? Brutaliteit. Die man stond in de coulissen voordat hij opging. Echt. Van de zenuwen. Dropjes. Dit wordt een avond. Dacht ik, dat zo. Zo, dat is het dus. Dat is het dus. Gek worden van angst elke avond. En opgaan en niemand... En iedereen is blij... Dat heb ik geleerd. Ik heb geleerd te improviseren met hem, dat liet hij. Ik heb geleerd me lachen te kunnen houden. Want hij deed hele stoute dingen met Corrie en mij op het toneel. En als we een lach te kregen op ons lazer. Ja. Ik heb geleerd met teksten te werken. Hij zat in de auto teksten te schrijven. Want dat programma ontstond al, werk in uitvoering. En ik heb geleerd om ook scheid aan dronkenaadje te hebben. Nou, en daar bedoel je? Dat bedoelde niet mee, scheid een dronkenaadje. Dat is een uitdrukking van, jongen, wat kan het schelen allemaal? Weet je wel? En dan riep hij op, tot altijd 11 uur. En als het heel vervelend publiek was, dan was hij op. En dan kwam ik op om zijn jas aan te geven. Zei hij, kurz aber schön, kurz aber schön. Kurz aber schön. Dat was een uitdrukking van Lotte Goslar, een grote danseres. En die riep dan, als het vervelend was, allez, kurz aber schön. Dan gingen we de tempo verhogen, dat deed hij dan ook. Joeg door liedjes heen en het bleef altijd. Hij bleef kwaliteit houden, wat hij ook deed. En ja, als je dat 2 jaar mee rondtrekt... en 2 jaar, kindjes, kindjes, kom kindjes, kom kindjes. Ik heb al een restaurant. Hij was een familieman die geen familie had, hè? Ja, wij waren ook de kindjes.
De kindjes. Ik weet nog dat ik een interview kreeg met Ischa Meijer. Ja. En dat ik in de Reestraat bij Ischa Meijer kwam en aan tafel schoof. En dat zijn eerste vraag was... Jij hebt natuurlijk wat met Zonneveld, hè? Han, ja. Ik dacht dat ik gek was. Ja, ik dacht, is dit nou een kwaliteitsjournalist? En de eerste vraag is, heb je nou wat met Zonneveld? Ja, je hebt wat met Zonneveld. Toen zei ik, nee, dat is mijn vadertje. Ik heb die man 1 keer een kus gegeven op zijn kale kop... omdat hij in een ondergelopen keldertje is gaat schminken... en dat ik dacht, moet het toch eens zien. Daar zit de grote Wim Zonneveld. En toen zat hij daar zijn toupet uit te kloppen, ook nog. Want elke avond hoorde je dit. Dan haalde hij de plakrand los van de vorige avond. En dan ging het weer zo op zijn hoofd. Want hij was heel nonchalant wat dat betreft. Hij riep ook altijd, doet er niet toe wat je aan hebt, hoe je eruit ziet. Wat je bent op die avond. En ja, het is van die man echt geleerd om op het toneel vrij te zijn. Voorrecht om met zijn man te werken. Oh, Corrie en ik hebben het er nog altijd over. Ja? Nog altijd. En het was altijd lachen. En toen Friso ook dat nummer schreef, het lachen... Toen zei Friso ook, dat moet jij zingen, Willem. En dat is, Friso heeft daarin zijn rouw verwerkt, hè? Zonneveld, het lachen dat we samen deden. En ik heb dat ook... Hoe ging het ook weer, dat lied? Het lachen dat we samen deden, het is voorbij, het is voorbij. En wat wij waren, ik en jij, is onherroepelijk doorgesneden. Prachtig lied. Zingen. Jongens, onthouden. Allemaal leren. Echt, heel mooi lied. Ik had me bedacht. Hoe pak ik het aan? Om mijn leven voortaan in stijl te versieren. Ik had me bedacht, ik neem het ervan, zolang het nog kan, om mezelf te plezieren. En ik met mijn schaapjes op droog. Ik hield ze bijeen allemaal in de kluis. Ik gooide daarmee hoge ogen. Ik was ze, had alles en rust bij me thuis. De open haard had ik altijd aan branden. De leren fortuin naast de haard was het waard. De banden van licht palisander, de rente en saldo's, ik had ze gespaard. Ik had me bedacht. Hoe pak ik het aan om mijn leven voortaan in stijl te versieren? Ik had me bedacht, ik neem het ervan, zolang het nog kan, om mezelf te plezieren. In het eerste jaar dat ik aan het toneel was, was ik al ensemble in Irma Ladouce. En als je de plaat draait nu... Hoor ik jouw stem. Je hoort mij er bovenuit, hoor. Ah. Toen ging de musical lopen voor me. En welke vond je nou het leukst om te doen? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Eigenlijk Oliver. Toch wel. Ja, die kinderen. Man, wat was dat een feest. En ik speelde het een maand of twee. Toen kwam de regisseur weer kijken en die zei tegen me... Willem... Fagin doesn't like children. Toen zei ik, yes, but I love them. It shows, zei hij toen. Ik werd echt natte ogen van die kinderen elke avond. 16 kinderen tussen de 6. Dat was ook zo aandoenlijk. Oh, jongen. Maar je was toch best een onaardige man daar. Ik was een hele onaardige man, maar ik was niet zo onaardig als Arjan Ederveen, die misselde. Die smeet ze echt de coulissen in. Die smeet ze echt, die schopte ze weg. Ik deed nog nas of. Maar ik vond ook, ik moet hem anders spelen dan Arjan. En Arjan was zo geestig en zo gek. En ik dacht, ik ben een hele oude Jood die al die kinderen gebruikt om geld te verdienen. Maar het zijn ook allemaal een beetje mijn kinderen. En dat wilde ik ook. En dat is duidelijk gebeurd. Dat is duidelijk overgekomen. Maar ik weet wel dat ik had een heel erg goed contact met de kindertjes, met de nannies, want ze werden streng bewaakt. Ja, ja. Jazeker. 16 kinderen in 2 grote kleedkamers. En die 15 keer op moeten met tussenpozen.
die zijn weg. Die moet je echt de hele tijd bewaken. En dan ging ik altijd van tevoren ging ik bij ze zitten als ze hun notes kregen. Ja. En dan gingen ze aan mij ook vragen, wat deed ik dat gisteravond goed en zo. Ja, en ik coachte ze ook een beetje mee. Dat was, en ze waren allemaal, als ik je laat zien wat ze me allemaal hebben. Ik heb het allemaal bewaard. Ik zou een boek willen uitgeven met al die briefjes en fotootjes van die kinderen. Doen. Van die meisjes zo, het is zo schattig en wat ze erop schrijven. En die zijn inmiddels grotere kinderen. Man! Nathalie van Gent. Ja. Die zat in Oliver. Als klein meisje. Nou. Daar heb ik brieven van en foto's van. Nou. Telkens iets groter. Die staat nu een grote hoofdrol te spelen. Ja, Jelle de Jong. Jongen, die heeft het Maastricht. En dan voel je daar ook trots op. Maarten Smeelen met de blauwe ogen. Die komen allemaal in het vak. Ja. En ik zag het toen al. Daar zag ik het al aan. Ja. En er was één meisje bij, en die heette Deborah, geloof ik. En dat was een klein pukkelig meisje. En ik zat dan elke avond voordat ik op moest op een bankje, alvast te wachten. Ik ga altijd minstens 5 minuten van tevoren in de coulissen. Hè? In de wereld proberen te komen. Hè? Ik wil best nog grappen maken vlak voordat ik het toneel op moet. Maar 5 minuten moet ik alleen zijn. En dan zat Deborah ook altijd naast me. En die zei op een avond tegen mij: heb jij een vrouw? Ik zei nee. Heb jij een man? Ik zei ja. Dacht ik al. Leuk, hè? Ja, en dat is. Ja, ik vind eigenlijk. Oliver is mijn dierbaarste. Maar ja, god. Ik heb geschiedenis geschreven, zeggen ze dan. Met Foxtrot. Ja. En ik moet eerlijk zeggen dat na Saigon. Ik dus echt wel. Nadat ik dat na 2 jaar eens durfde te bekijken. Zo'n vrij simpele band iets van gemaakt. Dus heb ik echt van zitten denken, ja, wie had dat hier in Holland zo moeten doen? Ik, geile faun, kroon mist jij de taal. Alleen nog maar up, nooit meer down. En toen dacht ik ook ineens aan die 2 Amerikanen, Broadway-producenten, die op een avond in het Circus Theater kloppend op de deur. En ik deed de deur op van de 2 mannen. En die zeggen: we are and we are producers on Broadway. Why don't we know you? Heerlijk, hè? En dan denk ik, ja, why not? En ik dacht, ja, ik heb het hier goed. Wat zal ik er een beetje gaan staan dringen? De doetje, de vuur, nazisme, fascisme, de dreigende oorlog. En overal trappels, de reden van Bering, de reden van Kruipels. Die druizige jongen, die schöne wein, die blonde haar, die süße kleine. Und alle Quatsch, und alle Kisch mit Lilian Harvey und mit Willi Fritsch. Ben je gelukkig? Ja. Ik ben gelukkig. Ik ben een beetje ongerust, want ik heb voor een paar dagen weer een onderzoek. Een onderzoek en ik ben niet helemaal gerust. En het is altijd spannend natuurlijk. Ja, natuurlijk. Maar nu wat extra. Ja, nu wat extra. Want jij hebt al dat behoorlijk goed achter je gekregen. Ja. Ik heb een keeloperatie gehad, kanker.
keelkanker. Zo is gezond. Zo'n duivenhuis zat er. Je hoort aan het veiligheid. Niet, nee. Het rare is dat met zingen. Ja. Hè, ben ik onzeker geworden, omdat het gat is natuurlijk veel groter geworden. Ja. En die stemlippen, ja, die dus voor de luchttoevoer meeknijpen en zo, die heb ik niet helemaal onder controle. Ik kan dus wel eens een lied inzetten en bijvoorbeeld zeggen. En dan komt het te laat. En als ik nu zing, dat Paul de Leeuw, die me dwong om in zijn dingen te zingen, en ik scheet bagger van angst, maar Cor Bakker zat er. En ik wil dat nu even zeggen, Cor, ik heb je vergeten te bedanken, maar door Cor durfde ik het. Dat is zo'n steun in de rug. Cor Bakker en Frans Eelhart zijn de twee mensen waar ik altijd mee het toneel op durf. Geweldige begeleiders, geweldige muzikanten, geweldige componisten, geweldige mensen, alle twee. En ja, dan zing je dat stuk en ik heb teruggekeken ook. En toen dacht ik, ja, ik zing het niet zoals het moet zijn. Dat moet je heel stil en zacht zingen. En ik moest, omdat ik dacht, ik sta in een live-uitzending, toch kracht geven. En dan heb ik het wel. En toen, kan dan wel, maar... En toen, dat is dan... Weet je, dat ook dat beetje kraken erin. Ja, ja. Ook wel weer heel... Ja, het heeft ook wel iets. Ja, ja. Dat weet ik. Maar ik zal je vertellen dat ik ook... bijvoorbeeld Sleutel over een Haas heb voorgelezen. Een prachtig boek. En ik was zo vereerd dat ik dat mag voorlezen. En dat ik een brief kreeg van een fan. Die schreef, ik heb het sleuteloog... van Helle Hazen, wat lees je dat prachtig voor. En ik val er zo heerlijk bij in slaap. Alles is relatief. Willem, dat is waar. Ja. Je zit hier, we hebben dit gesprek gevoerd... Ja. Op de Willem Nijholt Academie. Ja. In gezelschap van de tweede klas, geloof ik. Ja, mijn kuikentjes. Wat verwacht je nou van deze jonge dame? Ik vind, ze hebben allemaal een heel bijzondere eigenheid. En ze werken... Dat werkt ook voor jou. Nee. Ze werken. Het is in het begin, zei ik, je meiden. Jullie zijn vrouwen. Jullie lopen allemaal in sneakers. En in oud tricot. En in broeken en zo. Jezus, meneer, die moeten straks allemaal vrouwen spelen en zo. En ook, ze willen luisteren. En ik kan ze ook. Ik bedoel, ik heb lesgegeven in Amsterdam. En ik ben dolblij dat het geen Amsterdamse meisjes zijn, maar en jongens. Puur natuur uit de provincie. Echt waar, want in Amsterdam zeg ik van, nou, kom je van links op. Hoezo van links? Ik weet nog niet of ik dat voel, of ik van links op kom. Die krijgen een les. En dan zegt ze, ja, staat de auto voor? En toen zeg ik, nou, nee, lieverd, auto is het niet. Jawel, die staat er AU, dat is toch auto? Discussie. Ik zei, ja, dat is waar, maar het is een Frans leenwoord... waarbij we de klank hebben behouden. We zeggen auto. Autodidact. Ja, maar je zegt toch ook auditie? Ja, jij zegt auditie. Maar je hoort auditie te zeggen. Auto, autodidact, automaat. Ja, ik zeg altijd auto. Ik zeg, ja, jij. Maar die vrouw die jij speelt, die Wassenaarse vrouw die jij speelt... die wordt liever naakt op zaterdagmiddag in de Leidse straat wakker... bij al het honderden winkelpersoneel, dan dat die auto zegt. En zei ze, ja, en toch zeg ik auto. Ja, maar dan kom je toch niet verder. Je hebt hier wat meer invloed, heb ik denk ik. Nou, invloed, hè? Nee, ik denk niet dat het invloed is. Het is ja, het je is... hebt het meer in de hand, laat ik het nou, ik, ze laten zich... Wel. Ze laten zich... Jawel, ja, ze laten zich... Willem, leiden met je jou weg. Praten is een wonderbaarlijk genoegen. Ja. Je bent een groot verteller. Dank je. Ik hoop dat jouw zorgen allemaal voor niks zijn. Ja, dat het leven stralend is en vooral lang zal duren. Ja, en dat het er vooral een, dit lesgeven... Ja. Wat je zo... Dus je zei, ja, godverdorie, je wordt een oude chi, hè? Ik zei, ja, maar ik wil minstens 85 worden. Zei ze, nou, dan heb je nog 10 jaar. Oh. Dat is schrikken. Ja. 10 jaar is ook heel veel. 10 jaar kan heel lang duren, heel inderdaad. Veel. Nee, maar ik wil nog veel. Willem, heel hartelijk bedankt voor dit bijzondere gesprek. Dank je wel, Han. Ook dank je wel. En ik vind het zo leuk dat je weer terugziet na zoveel tijd. Dank je wel.